Welkom bij de NRC Index 2021 met de cijfers van het coronaboekjaar 2020. Mijn naam is Harald Koenders, bestuurslid data en kerngetallen van Facility Management Nederland. Vanuit het Olympisch Stadion aan de vooravond van het EK voetbal presenteren wij de NRC Index van 2021. Een bijzonder jaar. Thuiswerken werd de norm en de kantoren stonden leeg. Het meest opmerkelijke is wel dat de index stabiel is gebleven. Laten we meteen beginnen met het kengetal van de index van dit jaar. De kosten voor faciliterende dienstverlening en huisvesting per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak zijn €487,90. En daarmee is de index stabiel gebleven ten opzichte van de vorige jaren. En dat is misschien ook wel het grootste nieuws van de index van dit jaar. Zelfs in het grote coronajaar is de index stabiel gebleven. Opmerkelijk aan de ene zijde, maar als je kijkt naar het historisch perspectief, ook weer niet opmerkelijk. Ook in het grote crisisjaar 2008, met het uitbraak van de financiële crisis, zagen we in de start van de crisis dat de index stabiel bleef en dat de daadwerkelijke impact op de faciliterende kosten en huisvesting in de jaren daarna zich manifesteerde. Wij voorspellen ook dat deze trend zich in de komende jaren daadwerkelijk gaat manifesteren. En dan denken wij aan de posten werkomgeving, aan de posten catering, aan de posten thuiswerkplekken, die we terugzien in onder andere de arbovoorzieningen. De NRC-index van dit jaar is dus stabiel. Toch zien we een aantal onderliggende cijfers die wel verschillen. We zien lagere investeringen in de werkomgeving. Logisch, omdat niemand investeert in het coronajaar. We zien hogere uitgaven voor de arbo-werkplekken. Ook logisch voor het thuiswerken. En we zien lagere kosten voor restauratieve voorzieningen. Logisch, want er zaten minder mensen op kantoor. De vaste kosten liepen door, maar de flexibele kosten werden afgeschaald. Ten slotte wil ik de partners nog bedanken. Die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de NRC Index 2021. Metrie, Twijnstra & Gudde, Eurest, CFP en Colliers. Partners, wederom bedankt.